Hartelijk welkom bij de nabeschouwing van FC Volendam tegen Willem II. Het waren 5.172 toeschouwers. Dan geef ik graag het woord aan onze welbekende gast, Annelies de Jonker. Dank je wel, Cor. Ik wil voor ik begin over de wedstrijd iets zeggen over dit veld. Volgens mij is dit veld veel sneller dan een grasveld. En dus beïnvloedt dat de wedstrijd. Ik vind dat het iets met het resultaat van de wedstrijd te maken heeft, maar ook niet voor ons. Maar die invloed wel het spelletje. Het wordt een heel ander spelletje. Ondanks al lof uit die naar voren gaat. Bij de wedstrijd vinden we de eerste dat heel matig hebben gespeeld. Weinig hebben laten zien. Eén goede aanval na. Voorzet James Jans, tweede paal. Van het vallen aan de bovenliggende partij was. En dat er 1-0 ruststand niet onverdiend was. Vond het knullig verdedigd. Wij wijzen erop die goal ontstaat. Na de rust hebben we laten zien wat we kunnen, 40-15 minuten lang. Ja, dat is een overtuiging, maar ik vind dat we langzamerhand echt moeten hebben. We hebben 3 punten in de overtuiging, hebben we meer kunnen dan Volendam. En dan laten we 25 minuten zien. We blijven de stand onder van 1-0 naar 1-2. We zijn dicht bij de 1-3 met die kopbal van de Moes. Net Volendam eigenlijk niets in 2-2 maken. Ja, en daarna dan gaat Volendam hartstochtelijk op jacht naar meer. En komen wij in het probleem. En dan moeten we eigenlijk blij zijn dat ze niet de 3-2 maken. Ja, als je dan wat bij elkaar optelt, dan denk ik dat wij tevreden zijn met het punt. Voorhand niet. En het allerbelangrijkste is dat wij ons vast moeten houden. En na rust, waarin we laten zien dat we het kunnen. Waarin we bewijzen dat we eigenlijk iets meer in huis zitten dan Volendam. Maar ik vind wel dat we het toch ergens gelijk spelen. Het bestuur wil dat je nu wegzit. Dus wat dat betreft. Dank je wel. Dank je wel en dank je voor het compliment over het veld. Laat VI dat ook maar noteren. Graag het woord aan onze eigen trainer, Frans Adelaar. Ja, ik denk dat we een strijdvaardig Volendam hebben gezien. Agressief spelend. En aan de bal soms wat onnauwkeurig. En wat in datzelfde hoge tempo volgende voetballen waar we ook druk willen zetten. Ik denk dat we voor de 1-0 al diverse goede mogelijkheden hadden getraind. En die gaan er dan niet in. En uiteindelijk scoor je dan voor rust en dan toch terecht de 1-0. Want Willem II creëerde absoluut geen enkele kans. De tweede helft moeten we onszelf wel kwalijk nemen. Dat we de eerste 20 minuten absoluut niet agressief spelen. Het initiatief volledig weggeven en onszelf op dat moment ook helemaal uit de wedstrijd spelen. Dan geef je Willem II de gelegenheid om op 1-1 en zelfs op 1-2 te komen. Maar dan zie ik toch weer veerkracht in ons team en de wil om terug te komen in de wedstrijd. Wellicht iets wat gelukkig, maar wel een beauty van een goal van Paul de Lange. Dan kom je op 2-2. En dan. Dan gaan we met volle overtuiging gaan we toch weer richting de goal van Willem II. En ik denk dat op dat moment Willem II aardig geprutskleid was. Ondanks hun kwaliteiten. En dat is denk ik tekenend voor de positie waar Willem II staat. Ten opzichte van waar wij staan. Is de bal van Gerson C. ook de boel. Die binnen kan paal in onze positie. En niet ingaat. En bij Willem II. En binnenkant paal dan liggen. De hele wedstrijd bekijkt, dan ben ik heel erg tevreden over de strijdlust die de jongens hebben opgebracht. De veerkracht die ze hebben getoond. Maar ik ben ontevreden over het resultaat. Ik denk dat wij over de hele wedstrijd de 3 punten hadden verdiend. Ondanks de betere kwaliteit, zoals mijn collega zegt van Willem II. Vond ik dat wij aan het langste eind verdienden. Dankjewel. Zijn er vragen die het algemeen belang dienen? Ik denk dat er erg van tegen die doelsnijding van dat het record is. Heb ik bij de jongens niets van het nee, er wordt veel over gesproken door buitenstanders. Maar dat resulteert. Ik heb er binnen onze groep en binnen de staf geen woord over gehoord. Zijn er nog meer vragen? Dan
dank ik u voor uw aanwezigheid in dit theater. Wij zien elkaar voor zover het volgende.